Hey, hallo allemaal, welkom bij het weerbericht van vandaag, 28 november. We sukkelen geleidelijk aan dieper in koudere lucht en dat voel je ook. Vanochtend liggen de temperaturen een stuk lager dan gisteren. We starten de dag met een 4-5 graden aan de kust, daar is het nog wat zachter. Maar landinwaarts zijn de minima gezakt naar een 2-3 graden en het is vooral uitkijken naar de grond, want hier en daar vriest het landinwaarts lichtjes en er is kans op een lokale gladde plek. Dat verdwijnt dat weer in de loop van de ochtend. Laat ons zeggen, tegen halfweg de ochtend is dat ongemak weg. En dan gaan we naar maxima, ja, die ook niet veel over hebben vandaag hoor. Een graad of 6 vlak aan zee. Dat is dan een 4, 5 graden in de kustregio. Maar landinwaarts zit de temperatuur maar rond een graad of 4 als maximale waarde. Bovendien, er is een koude wind bij uit een noordoostelijke richting. Die in de loop van de dag geleidelijk via oost naar zuidoost en uiteindelijk zuid zal draaien. Maar die wind blijft koud aanvoelen, dus de gevoelstemperaturen liggen een stukje lager. Daarbij krijgen we wel een beter weerbeeld dan gisteren. Kan ook moeilijk anders na zo'n verregende dag. Vandaag krijgen we wat zon te zien. We krijgen een mix van wolkenvelden en opklaringen, waarbij er toch hier en daar ook een lichte bui zou kunnen vallen. Vanochtend is dat vooral aan de westkust het geval. Die bui kan licht winter zijn, met eventueel wat hagel of stofhagel of een vlok natte of smeltende sneeuw ertussen gemixt. En vanmiddag stijgt dan overal wel de kans op een plaatselijke bui, al zullen veel plekken het ook gewoon droog houden en ook die bui van vanmiddag kan eventueel licht winters getint zijn. Vanavond en vannacht koelt het dan weer af. We gaan naar minima van een graad of 5, 6 aan de kust, want daar komt de noordwestelijke wind te staan die weer wat zachtere zeelucht binnenblaast. Die noordwestelijke wind komt ook landinwaarts te staan, maar zwakjes. En daardoor gaan de temperaturen daar toch zakken naar een 2-3 graden tegen de ochtend. Met opnieuw kans op eventueel eens wat lichte vorst aan de grond hier en daar. Hoewel, er komt meer bewolking en de kans op een bui stijgt. En die bui, dat kan een winterse bui zijn met wat hagel, stofhagel of een vlok natte of smeltende sneeuw erbij. Maar niks ernstigs. Morgen, dan krijgen we ook weer die mix van wolken en opklaringen. De wind is wat meer noordwest geworden, waardoor wat minder koude lucht binnenloopt, maar veel meer dan een graad of 4, 5 zal het ook dan niet worden. En er is kans op het voorkomen van een lokale winterse bui. Die kans wordt zelfs groter naarmate de dag stijgt, want later op de dag komt er nog een buienlijntje door. Vervolgens krijgen we enkele koude dagen, donderdag, vrijdag. Het is meestal droog op die dagen, al is vrijdag een bui niet uitgesloten. Donderdag kan het wel tijdelijk bewolkt geraken. En het is koud. Een noordoostelijke, oostelijke wind voert koude lucht aan met maxima van 3, 4 graden maar, dus dat zijn toch lage temperaturen. In de nachten kan het telkens lichtjes vriezen dan, maar veel meer dan een graad of 2 onder nul zie ik het voorlopig niet komen. Misschien dat de nacht van vrijdag op zaterdag wat kouder wordt, maar dat is nog vrij ver weg. Het weekend zou het dan geleidelijk aan zachter worden en waarschijnlijk gaan we op langere termijn weer overschakelen naar een zachte westelijke circulatie. Voorlopig blijft dit licht winterse spektakel, al ja, spektakel kun je het eigenlijk niet noemen, er gebeurt niet veel. Dit licht winterse weerbeeld, laat ik het zo noemen, dus maar een paar dagen bij ons met ja, veel meer dan een paar graadjes lichte nachtvorst in de nachten, lijkt dat voorlopig niet op te leveren en hier en daar misschien eens een enkele winterse of licht winterse bui. Ik zet er tenslotte nog de twee pluimen bij en daar zie je toch een eigenaardigheid. Het zijn twee koude pluimen, maar het Europese model, wat ik er nu eerst bij zet, ja, dat toont toch wel een aantal bijzonder koude nachten. Ik heb niet echt goed een zicht van waar dat model dat haalt. Ik geloof dat ook niet. We gaan naar een min 5 in diverse nachten volgens dit model de komende week. Maar ik zie echt niet goed in waar die hele koude lucht zou moeten vandaan komen. En hoe het komt dat dat model met zo'n lage temperaturen rekent. Dus voorlopig negeren we dat eventjes. Veel meer dan wat lichte nachtvorst komt er voor onze regio op dit moment nog niet om de hoek kijken. Als je dan kijkt naar het Amerikaanse model dat ik er nu bij zet, ja, dan zie je dat dat model veel hoger zit qua temperaturen. En dat lijkt mij een eerder realistisch scenario te zijn. De nachten die eraan komen zullen voorlopig toch met redelijk wat wolken zijn. En die aangevoerde lucht is ook niet zo heel erg koud om die minima van dat Europese model te kunnen verklaren. In beide modellen zie je wel op termijn de trend naar hogere temperaturen terugkomen. Zo, je bent weer helemaal mee, helemaal gebriefd. Alvast bedankt voor het kijken. En graag tot morgen. Dag.